Op sommige afdelingen van het ziekenhuis is het behoorlijk stil. Veel afspraken gaan niet door vandaag. Hey Timo. Hi. Kom even je infuus aansluiten. Het is weer tijd, man. Ja. Maar de patiënten die hier liggen hebben natuurlijk wel zorg nodig. Dat gaat dus gewoon door, zoals bij de 8-jarige Timo. Zij zorgen heel goed voor mij. Ja, ik word hier ook goed behandeld. En ze doen altijd heel aardig. Timo ligt nu bijna 2 weken in het Spaarne gasthuis vanwege een ontsteking aan zijn knie. Kijk, hier zie je eigenlijk een schema. Dus wat ik allemaal heb meegemaakt in het ziekenhuis. Hoeveel keer ze hebben mijn bloed hebben geprikt en dat 15 keer. In mijn knieprik hebben ze 2 keer gedaan. Ik heb al 2 operaties en dat was in 1 week. Ja, best een boel dingen dus. En dat betekent ook veel werk voor de artsen en verpleegkundigen. Hoe is het? Goed. Lekker geslapen vannacht? Dat zij het soms best druk hebben, is ook Timo opgevallen. Ze hebben ook heel veel patiënten hier en dan moeten ze alles regelen. Dus ik snap wel een beetje dat ze bedoelen dat ze soms wel zwaar werken en dat ze daar te weinig salaris voor krijgen. En om dat duidelijk te maken, wordt er dus actie gevoerd, ook hier. We werken te hard en we verdienen te weinig, zeggen de artsen en verpleegkundigen. Zo kan het niet langer. Soms ligt bijvoorbeeld de hele spoedeisende hulp vol met kinderen en die moet je dan allemaal opnemen. En al die kinderen hebben ouders erbij en dat maakt het heel leuk, maar ook wel heel intensief. En dan wil je toch wel tijd en aandacht besteden aan die mensen. En als het er te veel zijn met te weinig personeel, dan wordt het een beetje lastig. Het zou minder druk voor ze zijn als er meer mensen in de zorg komen werken. Niet alleen in Haarlem, ook bij ruim 60 andere ziekenhuizen in Nederland wordt actie gevoerd. Dat het een actie is en geen staking, komt doordat ziekenhuismedewerkers het werk niet helemaal kunnen neerleggen. Als je vandaag bijvoorbeeld een blinde darmontsteking krijgt of je been breekt, dan gaan we je gewoon helpen. Maar dan gaan we niet zeggen kom morgen maar terug. Maar wat er niet doorgaat zijn de dingen die gepland zijn. Zoals kinderen die worden getest voor allergieën, geplande operaties. Dus die gaan wel door, maar niet vandaag. En dus zijn er veel lege kamers. Ice Age, heb je die wel eens gezien? Perfect om de jonge patiënten hier even extra in de watten te leggen met een heuse bioscoopkamer. Ik vind het wel leuk dat ze dit hebben gedaan. En ik vind het ook wel knap hoe ze dit hebben gemaakt met een popcornmachine. Want dan laat ze zien dat ze heel goed voor de kinderen zorgen en dat ze daar dan ook goed salaris voor willen krijgen.